Hey, dit is Kevin van Snapshot Dojo en in deze video review ik het online administratiepakket MoneyMonk. Nou, ten eerste gelukkig nieuwjaar. Het is nu 1 januari 2021. Een bijzondere datum, 1-1-21. En ook een bijzonder jaar hebben we achter de rug, om het maar zo even te noemen. Het is een understatement. Ik heb al heel lang een video willen maken over MoneyMonk. Maar ja, op een of andere manier is het er nooit van gekomen. En de reden is dat ik het... Ja, ik kan het echt iedereen aanraden. Er zijn vergelijkbare pakketten. Je hebt volgens mij ook Moneybird. Eerlijk gezegd weet ik daar niet zo heel veel van. Want ik ben begonnen bij MoneyMonk en ik ben ook gebleven bij MoneyMonk. Uiteraard speelde het logo ook een rol. Ik werd natuurlijk aangesproken door die kale kop. Van het monninkje. Waarom ben ik zo'n fan van dit programma? En dat is omdat het eigenlijk op één plek online jouw administratie bijhoudt. En natuurlijk doe je dat zelf, hè, want je vult zelf jouw gegevens in. Overigens kun je het ook uitbesteden aan bijvoorbeeld jouw boekhouder, die dan een aparte inlogcode krijgt. Maar je kunt echt alles. Je kunt facturen maken, offertes opstellen, uren registreren. Je BTW wordt gewoon overzichtelijk bijgehouden. Dan kun je dan heel makkelijk overnemen en invullen bij de Belastingdienst. En ik zal er zo meteen even doorheen lopen. Laat ik beginnen met, als jij je aanmeldt via de link hieronder. Dus www.moneymonk.nl/aanbeveling/KevinKwee. Dan krijg jij maar liefst 25% korting op het eerste jaar. MoneyMonk is €20 ex-BTW per maand. Dus per jaar is dat €20 keer 12 is €240 ex-BTW per jaar. Ja, een kwart daarvan is €60 ex-BTW. Maar daar hoef je dus verder niks voor te doen, behalve genieten van 25% korting. En wat ik ga doen, ik ga gewoon even in een soort vogelvlucht laat ik... verschillende mogelijkheden van MoneyMonk zien. En dat doe ik door in te loggen. Ik heb even speciaal een apart proefabonnement gemaakt. Snapshot Dojo. En dan begin je gewoon met een... dan gebruik je gewoon een schone lei. Of begin je met een schone lei. Oh ja, wat ook wel heel fijn is van MoneyMonk, je kunt een gratis persoonlijke opstartservice inplannen. Dat kun je hier zien. En ja, dan word je gewoon geholpen door een van de medewerkers en dan word je eigenlijk door het programma heen geloodst. En jij kunt allerlei vragen stellen aan de betreffende medewerker. Nou, super handig. Maar je kunt ook zelf gewoon dingen uitproberen. Nou ja, zoals je ziet heb je hier links heb je eigenlijk het menu. En dit is eigenlijk ook het belangrijkste. Nou, je hebt je dashboard en daar zie je wat jouw financiële voortgang is over het jaar 2021. Of het jaar waarin je dan bent. En ik ga even wat dingen aanmaken en dan zul je hier zo meteen ook wat resultaten zien. Dan wordt het wat levendiger. Nou, het is echt heel uitgebreid. Dus... ik laat gewoon even de dingen zien waarvan ik denk van dat zijn handige en belangrijke dingen. Nou, je hebt dus hier je dashboard, dat is het overzicht. Contacten. Wat heel handig is, het is gelinkt aan de KVK. Dus als jij bijvoorbeeld een contact wilt toevoegen die is ingeschreven bij de KVK, dan komen die gegevens eigenlijk automatisch naar voren. Nou, stel je voor, ik heb een fotoklus bij Camera Express. Nou, dan zie je hier al Camera Express. Nou, verschillende vestigingen uiteraard. Maar ik wil... Deze wil ik hebben. Camera Express hoofdkantoor. En dan zie je dat hier gelijk al het adres wordt ingevuld. Postcode, huisnummer en plaats. Wat je dan nog wel moet doen is... Nou, stel je hebt een contactpersoon. Jan de Boer bijvoorbeeld. Dan heb je hier jandeboer@cameraexpress.nl. Kun je eventueel ook nog telefoonnummer enzovoort enzovoort. Kun je allemaal invullen. En dan druk je op opslaan. Nou, dit is dan nu toegevoegd bij jouw contactpersonen.
Stel je voor, je hebt met Jan de Boer heb jij gebeld en je moet een evenement van Camera Express moet je fotograferen. En Jan die wil een offerte van jou. Nou, dan ga je naar offertes. Dan voeg je offerte toe. Ik ga er nu even heel snel doorheen. Maar dit is een beetje de workflow die ik, die ik eigenlijk toepas. Zodra ik een nieuw klant heb of een nieuw klant, een nieuwe mogelijkheid tot een nieuw klant heb. Of een mogelijkheid tot een nieuw klant. Offerte toevoegen. Nou, zoek contact. Ik heb net Camera Express toegevoegd. Nou, dan krijg je een heel lijstje als je er meerdere hebt uiteraard. Het is vandaag 1 januari 2021. Dat wordt allemaal automatisch ingevoerd. En dit is het standaard offerte nummer. Dit is ook een beetje hoe ik het invul. Fotografie, evenement. Oh, evenement. 15 januari 2021. Nou, stel je voor, ik moet 4 uur fotograferen. €75 per uur. En je kunt hier ook nog kiezen of de bedragen die je invult ex of inclusief BTW zijn. Voor bedrijven laat ik het meestal op exclusief BTW en voor particulieren doe ik inclusief BTW. Selectie en nabewerking. Nou, kun je bijvoorbeeld invullen 2 uurtjes van €75. Reiskosten. Nou, die kun je bijvoorbeeld op nul laten. Dat doe ik meestal als het gewoon in de Randstad is. Digitale levering. Meestal ook inbegrepen bij mij. Copyright. Zo. Nou, dit is een beetje standaard wat ik invul. En ja, deze bedragen zijn ook een beetje willekeurig gekozen. Offerte opslaan. En dan kun je vastleggen. Nou, hier zie je even heel basic. Hè. Zoals ik al zei, dit is ook voor mij een proefabonnement. Dus nog niet alles is ingevuld. Maar bij je instellingen die je hier kunt vinden, kun je KVK-nummer en BTW-ID invullen. Dan leg je vast. En dan druk je op verzend per e-mail. En dat ga ik natuurlijk nu niet letterlijk doen. Want dan, ik denk dat nou, als Jan de Boer bestaat, dan krijgt hij een mailtje van mij. En dit is een beetje de standaard. Nee, dit is de standaard e-mailschabloon bij een offerte. Maar die kun je uiteraard ook aanpassen. Dus nou, dat zou je dan persoonlijk kunnen maken. Beste Jan, bij deze de offerte zoals besproken. Met vriendelijke groet. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Dat ga ik nu natuurlijk annuleren. Stel je voor, je krijgt van Jan. Nee, je stuurt het mailtje naar Jan hè, met de offerte. En hij zegt van nou, akkoord. Dan kun je hierop goedgekeurd drukken. En dan zie je bij offertes een overzichtje met, nou in dit geval dan goedgekeurd. In afwachting. Nou, je kunt de status kun je helemaal aanpassen. En dan zie je hier dus ook in afwachting. Nou, we gaan er even uit dat die goedgekeurd is. Dan maak ik een project voor deze specifieke klus. Dus ik selecteer Camera Express. En de naam van het project is Fotografie Evenement 15 januari 2021. Opslaan. Dan kan ik aan dat project kan ik verschillende taken toevoegen. Ik vind het zelf wel fijn om dat te specificeren. Je hebt, standaard heb je een algemene taak. Wat ik meestal doe is eigenlijk de elementen die ik ook heb in mijn offerte, die heb ik ook meestal als taken. Fotograferen. Taak fotograferen aanmaken, opslaan. Selectie en nabewerking. Zo. Dan bijvoorbeeld een reistijd. Zo. Nou, dit zijn wat mij betreft als freelance fotograaf de belangrijkste activiteiten die je hebt, taken. En je zou bijvoorbeeld, dat laat ik zo meteen zien. Oké, dus ik heb een project aangemaakt. En het is heel belangrijk om als ondernemer, het is zelfs verplicht om als ondernemer jouw uren bij te houden voor de Belastingdienst. Hè? Want je moet, als je als ondernemer gezien wilt worden door de Belastingdienst, moet jij in een jaar minimaal 1225 uur besteed hebben aan jouw bedrijf. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan reistijd zijn,
Dat kan zelfstudie zijn, dat kan dingen opzoeken op internet zijn, telefoongesprekken, afspraken, fotografie zelf natuurlijk, hè, dus je uren dat je daadwerkelijk werkt, selectie en nabewerking. Het zijn allemaal uren die je kunt registreren als tijd die jij bezig bent voor je bedrijf. En die vul je hierin. Overigens heb je ook een app van Moneymonk. Dus dan kun je on the go, kun jij ook je uren bijvoorbeeld invullen. Nou, stel je voor, gisteren heb ik bijvoorbeeld gesproken met Jan de Boer. Taak, algemeen, telefoongesprek met Jan. Nou, stel je voor, dat was... Een half uurtje, doe je 0,5 en dan voeg je toe. En dan wordt een half uur wordt toegevoegd aan jouw tijdregistratie. Nou ja, fast forward naar 15 januari, de daadwerkelijke klus. Dan ga je bijvoorbeeld ga je een week vooruit met deze dubbele pijltjes. 15 januari, nou stel je voor... Dit evenement natuurlijk, of dit project, algemeen reistijd. Meestal doe ik in één regel retour Utrecht-Rotterdam. Nou, volgens mij is dat 3 kwartier ongeveer, dus ik zeg dan 1,5 uur. Zo. Toevoegen. Meestal ben ik ook eerder aanwezig. Dus de offerte was 4 uur fotograferen. Meestal ben ik ongeveer een half uur van tevoren aanwezig. Dus dat laat ik vallen onder fotograferen. Dat spreekt voor zich. 4,5 uur. En dan soms zet ik ook de tijd erbij. Bijvoorbeeld vanaf 6:30 was ik aanwezig tot 23 uur. Ja, dus van 7 tot 23 is 4 uur en een half uurtje voorbereidingstijd. Dus dat is 4,5 uur. Oké, dus ik ben totaal 6 uur bezig geweest met de reistijd en het fotograferen. Nou, ik ben laat thuis, 11 uur 's avonds. Als ik nog energie heb, dan doe ik meestal ook nog wat ter plekke de foto's op mijn computer backuppen. Nou, stel je voor, dat doe ik dan ook eventjes. Dus op die vrijdag selecteren en nabewerken, dan laat ik dat ondervallen. Backup op computer. Nou, wat zal het zijn? Een kwartiertje of zo. 0,25 toevoegen. Oké, nou, dan ben ik 6 uur en een kwartier bezig geweest op de dag van de fotografieklus. En dan zal ik waarschijnlijk zaterdag, de 16e, zal ik al foto's nabewerken. Selectie nabewerking. Nou, stel je voor, ik ben daar 2,5 uur mee bezig geweest, langer dan verwacht. Ik vind meestal, ik doe een fixed fee, dus ik doe niet uurtje factuurtje achteraf. En dat is omdat ik inmiddels weet hoe lang ik ongeveer bezig ben, gewoon door ervaring, met een klus van 4 uur. Ook afhankelijk van hoeveel foto's ze willen natuurlijk. Maar mijn ervaring leert dat ongeveer de helft van het aantal uren dat je bezig bent met fotografie van een evenement, ben je bezig met de nabewerking en de selectie. Dus 4 uur fotograferen is ongeveer 2 uur. Nou, soms ben je iets korter bezig, soms een beetje langer. Nou, in dit geval ben ik bijvoorbeeld 2,5 uur bezig geweest. Je zag net ook dat je een timer kunt starten. En dan ben je echt in real time, houd je echt heel nauwkeurig bij hoe lang je bezig bent. Toevoegen. En dan ben ik 2,5 uur bezig. In principe is dit project is nu afgerond. Nou, wat je nog mogelijk zou kunnen... verwachten is dat je bijvoorbeeld wat feedback krijgt en wat nabespreking. Dan zou je kunnen zeggen van, nou, ik heb nog even gebeld met Jan na evaluatie. Bijvoorbeeld ook 1,5 uur. Zo, toevoegen. Oh ja, dit was ik bijna vergeten. De reiskosten heb ik bij Camera Express heb ik dat niet berekend. Dat betekent dat als jij, ik weet niet precies hoe het zit, als jij dit specifiek wilt weten hoe dat zit, als je je privéauto gebruikt, kun je als het goed is 19 cent per kilometer als kosten opvoeren. Dus ritten
Oké, nou, ik moet dus eigenlijk nog een voertuig toevoegen. Dat doe ik nu even niet. Nou, je kunt hier, het spreekt allemaal voor zich. Je kunt hier je auto toevoegen met kenteken. En dan kun je het aantal kilometers kun jij toevoegen. En dat wordt allemaal bijgehouden. Dus ja, dat kun je ook weer zien in jouw dashboard. Dat laat ik nu even achterwege. Dus dit project is eigenlijk zo goed als afgerond. Nou, wat je dan kan doen is het project kun je buiten gebruik stellen, want het is immers afgerond. Dus die stel ik buiten gebruik. Hé, dit is gek. Waarom staat hier alleen maar een half... Oh, wacht. Dit is natuurlijk... Hé, waarom heb ik in januari geen uren? Wacht even. Oh, wellicht omdat die dat nog niet geweest is. Dus ik ben natuurlijk nu in de toekomst aan het kijken. Ik denk dat het daarom nog niet in het dashboard staat. Of in bij de projecten staat. Ja, het moet hier nog bij komen, die 6,5 uur. Ja, het project is klaar, dus ik stel dit buiten gebruik. Ja, volgens mij kun je hier dus ook nog factureren als jij per uur factureert. Ja, dus als je het heel nauwkeurig bijhoudt. Ik zet in offerte uren, omdat ik inmiddels ja, gewoon door ervaring weet hoe lang ik bezig ben. Dus het is voor mij geen nakalculatie. Dus ja, deze klus, deze opdracht is voor mij afgerond. Dus ik stel die buiten gebruik. Dan kan ik die ook niet meer kiezen bij mijn urenregistratie. Ja, dus ik zie nu ook geen project meer die ik kan kiezen. Nou, Ritter, dat moet je zelf even doen. Dan facturen. Nou, wat je kan doen, is je kunt apart een factuur maken. Ja, je kunt hier dus Kamerexpress en dan kun je alles weer opnieuw invullen. Maar je hebt een offerte gemaakt. Dus deze ga ik even verwijderen. Conceptfactuur. Nou, dan heeft Moneymok een hele handige oplossing voor. En dat is maak factuur. Naar aanleiding van deze offerte. Dus maak factuur. Dan zie je hier ook dat factuurnummer 2020... Hey, dat moet dus 2021 zijn. Komt omdat ik gisteren waarschijnlijk mijn proefaccount heb gemaakt. Nee, dat laat ik gelijk even zien. Administratieinstellingen. Dat is bij verkoop. Kijk, hier zie je al dat die op 2020 stond. Dat wil ik 2021 hebben. Ik hoop dat dat aangepast wordt. Ik ben bang van niet. Ah, kijk, mooi. Hij is dus, omdat ik hem net op concept heb gezet. Nou, hele mooie factuur. Met de regels die ook in de offerte stonden. En nou ja, zoals je ziet, hoef je dus niet meer in Word of in Excel of in Google Docs, hoef je zelf te gaan, nou ja, ik noem het even klooien om een nette offerte te maken. Nou, hier staat dan je rekeningnummer, je kunt ook je rekeningnummer toevoegen. Dat is iets ook wat je zelf moet doen, wat ik voorstel dat je zelf moet doen. En dan leg je vast. En ook hier geldt voor dat je die per e-mail kunt verzenden. Het is allemaal geïntegreerd in het systeem. Dus vandaar dat ik echt super tevreden ben over Moneymok. Verzend per e-mail. En meestal bij de eerste factuur maak ik er even een persoonlijk tekstje van. Bij een klant die ik al veel en veel vaker opdrachten voor heb gedaan, dat doe ik dan gewoon, laat ik gewoon zo staan en verstuur de factuur. Overigens kun je deze standaard tekst kun je ook aanpassen. Zoals je hieronder ziet, wil je standaard tekst voor de e-mails aanpassen. Dat kan via de schabloninstellingen. Dus je kunt helemaal zelf naar eigen inzicht, naar eigen wens, kun je jouw standaard mails aanpassen. Dat is even facturen. Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat jij facturen hebt van bedrijven waar jij spullen inkoopt. Nou, stel je voor ik koop een studieboek over fotografie bij bol.com bijvoorbeeld. Dan voeg ik een leverancier toe, zoek in KVK bol.com. Zo. Dan krijg je deze, de bovenste. Nou, dit hoeft dan niet, want het gaat om als leverancier opslaan. Stel je voor, je hebt een boek van
Beeldspraak van Ton Hendricks. Nou, dat hoeft eigenlijk allemaal niet. De boek Beeldspraak is al voldoende. Nou, dat valt dan onder vakliteratuur. Er zit een bepaalde belastinggroep bij, 9%. En die is bijvoorbeeld, op de factuur zie je staan, die is 29,95. Nou, factuur opslaan. Wat ook heel mooi is, en dat staan ze ook verplicht volgens mij als ik het goed heb, is dat je hier de factuur als pdf kunt naartoe kunt slepen. En dan wordt die gekoppeld aan deze inkoopfactuur. En dan is dat gekoppeld. Nou, dit heb je betaald met jouw zakelijke rekeningnummer. Dat raad ik sowieso ook aan om een zakelijke bankrekening aan te vragen. Want dan hou je het gewoon perfect gescheiden. Je hebt je zakelijke kosten, je zakelijke inkomsten en daarnaast heb je gewoon je privérekening. Als je dat door elkaar gaat doen, kan. Ik raad het niet aan. Er wordt gewoon een onoverzichtelijke bende. En zo hou je het heel mooi gescheiden. Voor een paar tientjes per jaar heb je een zakelijke bankrekening. Ja, wat dan ook heel mooi is dat je, dit ga ik dus nu ook niet doen, maar dat kun je ook weer op Moneymonk zelf zien. Je kunt je bankrekening toevoegen. Nou, dat zie je hier al staan. Moneymonk heeft een overeenkomst met alle banken van Nederland, dus dat is gewoon legit, gewoon super betrouwbaar. Dat spreekt allemaal voor zich. Je kiest gewoon je bank en dan word je eigenlijk door het hele proces heen geloodst. En wat je dan kunt doen, is jouw betalingen die jij vanaf je zakelijke bankrekening hebt gedaan en ook je inkomsten, die kun je importeren. Ja, omdat je deze koppeling maakt, kun je importeren. Dan zie je hier, als je hier klikt, zie je een overzicht van al jouw transacties. Nou, nu raad je het al. Elke betaling van een klant kun jij koppelen aan een factuur. Elke inkoop die je hebt gedaan, bijvoorbeeld bij bol.com, koppel jij aan een inkoopfactuur. Ja, super, super handig. Dan ga ik nog heel even naar BTW, de BTW-aangifte die je waarschijnlijk per kwartaal doet of per jaar. Nou, hier zie je al dat Moneymonk alles voor jou invult. Overeenkomstig de regels bij jouw aangifte op de belastingdienst.nl. Dus dit komt echt overeen met het formulier van de Belastingdienst. Dus dan weet je gewoon, oké, bij 1A moet ik bij omzet 450 invullen, bij BTW 94. En that's it. Kun je hier zelfs op het oogje klikken en dan zie je waar die omzet uit bestond. Nou, dan zie je hier al dat mijn omzet bestond uit fotografie en selectienaambewerking te waarde van €450. En de BTW die daarbij hoort was €94. Ja, het is, sorry, ik kan me voorstellen dat het nu even overwhelming is. Ik heb heel veel laten zien in een korte tijd. Maar het voordeel is, je kunt gewoon een hele maand zelfs, een 30 dagen, kun je gewoon dingen uitproberen. Als je niet uitkomt, kun jij bellen, je kunt mailen, chatten met de helpdesk van Moneymonk. Die gewoon heel vriendelijk is en ook echt met je meedenkt. Dus dat is even in vogelvlucht. Ja, wat mij betreft een van de meest gebruiksvriendelijke online administratiepakketten. Zoals ik al zei, 30 dagen proef. En als je daarna besluit om via mijn link hieronder, en ook in het scherm zie je hem hier, je aan te melden, dan krijg jij maar liefst 25% korting en ik krijg in ruil een bol.com cadeaubon. Lijkt me een mooie win-win situatie. Dus ja, mocht jij overwegen om als freelancer aan de slag te gaan, dan zou ik zeggen, ga met Moneymonk aan de slag. Essentieel om gewoon het overzicht te behouden en ook analyses te kunnen doen. En dat ga ik gelijk even laten zien bij dashboard. Nou, nu zie je hier al een hele mooie grafiek die nu heel simpel eruit ziet. Waarom heb ik nog geen kosten? Inkoopfacturen. Vastleggen. Kijk, die komen dan nu als kosten tevoorschijn bij dashboard. Kijk, zie je? Kosten €27,48 ex BTW. Inkomsten, omzet €450 ex BTW. Dus ja, wat je natuurlijk wil is dat die groene grafiek altijd boven de rode grafiek zit. En dan zie je hier je netto winst.
Dat kun je ook van voorgaande jaren bekijken. Ja, super overzichtelijk, super gebruiksvriendelijk, een aanrader. Dus ik zou zeggen, maak een proefabonnement aan. Als je vragen hebt, opmerkingen, ideeën, feedback, laat het me weten in comment hieronder. En dan spreek ik jullie en zie ik jullie hopelijk weer snel in de volgende video.